Een specifiek voorbeeld wat mij eigenlijk nog het meest is bijgebleven, los van het feit dat het altijd bijzonder is om bij mensen thuis te komen en daar je eigen werk te zien hangen. Dat is toch al, dan is de huiskamer een beetje van jou op een of andere manier. Maar wat wel een hele bijzondere moment was, was dat ik heb ooit een portret gemaakt van een hond. En dat was een leasehond die ik zelf regelmatig uitliet en over de vloer had. En ook in huis had als de eigenaren op vakantie waren. En ik heb Dokus dus een keertje in mijn atelier neergezet. Ik heb hem gefotografeerd en vervolgens heb ik hem geschilderd. En weken later was zij, de eigenaresse, was jarig. En ik heb toen het schilderij min of meer gepresenteerd als cadeautje. En tranen. Zij was volledig in tranen. Het was het mooiste cadeau wat ze ooit gehad had. Het was ook totaal onverwacht. Nog steeds kom ik bij hun over de vloer en zie ik het schilderij bij hun prominent in de huiskamer hangen. En dat doet me ook al meteen weer aan dat moment denken eigenlijk. En dat was toch wel heel bijzonder en speciaal. Erg speciaal zelfs.